In 2011 sloot het Museum voor Schone Kunsten Antwerpen voor renovatie. Toch konden we de laatste twee weekends van augustus 2014 even de bouwwerf komen bezoeken. Deze was geopend voor het publiek als je op tijd had gereserveerd. Het museum uit 1890 is nog gesloten tot 2018. Het gebouw is dan ook gestript tot op de blote baksteen. Het totale prijskaartje bedraagt 51 miljoen euro. Aan de voorkant van het museum prijken de waarlijk gigantische borstbeelden van Van Dijk, Rubens en vele anderen. In het museum zelf kan men ervaren hoe ruim de lege, gestripte zalen zijn. Soms zo indrukwekkend als een decor. In de vier binnenplaatsen of patio's worden de vier nieuwe volumes van het museum gebouwd. Enerzijds is er dus het oude museumgebouw dat nu grondig gerestaureerd wordt en aangepast aan de strenge eisen van klimatologie en beveiliging. Anderzijds is er het zo spectaculair tweede verticaal museum dat in het oude gebouw ingeschoven zal worden naar een ontwerp van het Rotterdamse bureau Klaus Kahn Architecten. Het KMSKA zal daardoor beschikken over 40% meer tentoonstellingsruimte. De ambitie is er wel om bij de opening uit te pakken met toppers als Rubens, Rick Wouters en James Ensor, de grootste collectie ter wereld internationaal. We zijn dan ook heel benieuwd naar de heropening in 2018.